De aanslag, geschreven door Harry Mulisch. De genre van het boek is oorlogsroman en psychologische roman. Ik ga nu een fragment voorlezen. In die stilte die de oorlog ten slotte was in Holland, we klinken op straatplossing 6 scherp knallen. Eerst één, dan twee snel achter elkaar. Na een paar seconden het vierde en het vijfde schot. Even later een soort schreeuw en dan nog een zesde. Anton de juist de dobbelsteen wilde gooien, verstart en keek naar zijn moeder naar zijn vader en de vader naar de tussendeuren. Maar Peter tilt de mand van de karbeeldlamp op en zet hem op het bord. Op slag zaten zij in het donker. Peter stond top, stond er naar voren, deed de schuifdeuren open en loerde in de erker naar de kier van de gordijnen. Meteen stroomde Mirva Friska uit de salon de kamer in. Ze heeft iemand neergeschoten, zei hij. Ik heb dit fragment gekozen omdat dit een belangrijke gebeurtenis is van Anton. Zijn leven verandert totaal na de aanslag. Er zit ook een motief in dit stuk. De hoofdpersoon van het boek is Anton Steenwijk. In het begin van het boek is hij 12 jaar oud en aan het einde van het boek ongeveer 50. Hij is een lange, slanke man met donker haar. Hij lijkt sprekend op zijn vader. Zijn ouders en zijn broers zijn doodgeschoten door de Duitsers, omdat ze verdacht waren op de moord van meneer Ploeg. Anton had de aanslag vergeten, maar het lukte hem niet. Hij trouwde met Saskia, die volgens voorspelling op truuskosten lijkt. Hij scheidde met Saskia en hij trouwde een jaar later met Lisbeth. Anton heeft 2 kinderen gekregen. Anton wordt door de tijd heen steeds meer te weten over de aanslag. Aan het einde van het verhaal ontmoet hij Karin. Karin woonde vroeger naast Anton. Anton heeft een belangrijke vraag aan haar. Waarom hebben jullie uiteindelijk het lijk voor ons huis neergezet en niet bij de buren? En dit is puur toeval dat bij de buren daarnaast 3 Joden ondergedoken waren. En de vader niet wilde dat de lijk daar ging te komen liggen. Maar hij bracht het dus bij Anton voor de deur. Tijd en ruimte. De gebeurtenissen vinden plaats in Haarlem, Amsterdam en Toscane. De verteltijd is 37 jaar en de verteltijd is 247 bladzijden. Ik heb er 5 uur over gedaan om te lezen. De sfeer in het boek is saai en gebeuren geen spannende dingen. Over spannende trucs. Je weet bijvoorbeeld wat Truus heeft verteld tegen Anton. Maar Anton weet het niet meer en Cor wil het heel graag weten. Thematiek van het boek is dood door schuld. Anton is op zoek naar wie de schuld is dat zijn ouders zijn vermoord. Motieven. De Tweede Wereldoorlog is een motief. Elk hoofdstuk komt de Tweede Wereldoorlog weer terug. De dobbelsteen is ook een motief. Elke keer wanneer de dobbelsteen tevoorschijn komt, verandert het leven van Anton. Een recensie van Hugo Brandt. Veel romans van Harry Mulisch beginnen met een ijzersterk eerste hoofdstuk. Ik ben het daarmee eens. Doordat het eerste hoofdstuk sterk is, wil ik verder lezen. Het boek is geschreven in een actoriale verstelinstantie. Structurele argument. Toen Anton naar Amsterdam verhuisde aan de Apollolaan en later naar in de buurt van de Leidseplein en nog andere plekken in Amsterdam, vond ik heel fijn om te lezen. Want ik wist meteen een beeld erbij te krijgen waar het was en dat vond ik heel fijn om te lezen. Morele argument. Ik ben het eens met de schrijver. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij of zij doet. Maar aan de reacties van anderen kan de verantwoordelijkheid meestal niks doen. Misschien nadenken over wat hij of zij zegt en doen wat de eventuele gevolgen daarvan zijn. Eindoordeel. Een zeer spannende gebeurtenis, maar helaas wordt het steeds minder spannend in het boek. Doordat je steeds meer weet. Maar voor de totale reden van de moord moet je het boek helemaal uitlezen.